Welkom sterke broeders bij weer een nieuwe video en vandaag hebben we de vraag van Rodi Damman. En zijn simpele vraag is, heb je nog tips voor oneven schouders? Rodi, als wij het hebben over oneven schouders, dan kun je dit op meerdere manieren interpreteren. We hebben het over schuine onscheve schouders, of schouders die naar voren schuin lopen, naar achteren schuin lopen, etc. Noem maar op. Als ik rechtop sta, als ik een persoon zou hebben die dit probleem heeft en die rechtop staat en we hebben een schouder wat iets meer naar voren neigt, lijkt het alsof deze kant van mijn schouder nu lager is. Terwijl wat er in werkelijkheid gebeurt is dat hij wat meer naar voren wordt getrokken. Als ik, noem wat geks, sterk ben aan één kant van mijn bord, één kant van mijn pectoralis die trekt dit gedeelte naar elkaar, dan zal hij wat naar voren worden getrokken, lijkt het alsof deze kant lager is, doordat hij simpelweg naar voren wordt getrokken. Als dit bij jou het geval is, dan kun je twee pennen, twee stiften, twee lange voorwerpen, zijn iets beter, iets van een voorwerp van 30, 40 centimeter. Die heb ik nu in mijn handen. Ik pak ze gewoon beet. Ik laat mijn handen naar beneden wijzen. En als ik mezelf in de spiegel zou zien, en ik zie dat er één hand wat meer naar binnen is gedraaid, dan kan ik zien, oké. Waarschijnlijk in deze schouder is wat naar binnen gedraaid. Waarschijnlijk zit er in deze schouder een fout. Als mijn handen beide naar binnen daarin gedraaid, kan ik zien dat mijn bovenlichaam erg naar binnen is gedraaid. Loop je zo. Dus als één kant naar binnen is gedraaid, dit. Als dat nou het geval is, kan je dat op die manier makkelijk controleren. Maar als iemand aan mij vraagt, tip voor oneven schouders, ga ik ervan uit dat iemand zichzelf recht in de spiegel heeft bekeken en dat één kant hoger of lager is dan de andere kant. Wat mensen vaak denken, en waar ik ze maar vaak zien, is die denken, oké, ik heb oneven schouders, dit komt door het fitnessen, dit komt door het trainen, dit komt omdat, dat weet ze eigenlijk niet precies, hier ben ik gewoon mee geboren, dat heb ik al heel mijn leven, dus één kant van mijn lichaam is een beetje verziekt. Ik heb zelf ook een probleem in mijn heup, daar kom ik zo op terug. En als mensen dat denken, dan denken ze vaak niet na van oké, dit is zo gebeurd, dit is zo, dit wil ik oplossen, klaar. Maar, als ik een gemiddelde persoon neem die naar school toe gaat. Neem iemand van een jaar of 16, een jaar of 15. Die is nog volop in de groei. En als je in de groei bent, dan kunnen spieroneffenheden kunnen sneller voorkomen dan bij een volwassen persoon. Die persoon die fietst naar school toe, komt op school aan. En ik weet niet hoe het bij jullie zit. Ik had een hekel aan als ik een schooltas had die helemaal groot was, vol zat met boeken en die ik dan zo recht achterover op mijn schouder had. Dat vond ik helemaal niks. Ik was natuurlijk de shit op school. Nee, dat is niet waar. Absoluut niet. Ik had gewoon een tas en daar deed ik wat boeken in. En die had ik één hand, had ik beet en die deed ik over mijn schouder. En zie je wat er gebeurt. Deze kant van mijn lichaam moet gaan werken. Moet die schouder omhoog houden. Daarna ging ik eten. 'S ochtends, 's middags, twee keer 's middags, 's avonds. Eten. Ik ben rechts, hadden we gym of zoiets. Ballen gooien, hockeyen, zulke soort dingen. Allemaal rechts, rechts, rechts. Rechts voor mijn geval. Deze kant van mijn lichaam wordt simpelweg sneller gespierd. Daar komt dus ook een fout vandaan. Ja, als ik heel veel mensen van de jeugd van tegenwoordig zie met telefoontjes. Het is de hele dag zo. Eén kant, onbewust. De spier, de levator scapula en de bovenkant van de trapezius, die zorgen ervoor dat mijn schouder omhoog kan komen. Die zitten de hele dag in een telefoon. Desnoods kijken ze een beetje schuin. Trek deze spier hier, wordt wat korter. En zijn zo bezig. Dat is natuurlijk niet handig en vaak komt daar zo'n fout vandaan. Het gaat dus niet zozeer om het trainen. Het gaat er meer om, oké, wat zijn mijn dagelijkse handelingen en hoe zorg ik ervoor dat ik dat anders op kon lossen. Hoe kan ik ervoor zorgen, makkelijke oplossing, hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn tandenpoetsen bijvoorbeeld mijn andere hand gaat doen, of eten, of noem maar iets op. Dat ik dat dus met, zoals ik net al zei, met mijn andere hand kan gaan doen. Dat is een simpele oplossing. Mijn ervaring, ik heb ook een disbalans in mijn heup. Wat ik daarvan merk, is mijn quadriceps zijn heel sterk, de tegenovergestelde spieren op. Dat zijn de hamstrings. Mijn quadriceps die trekken, als het ware, mijn heup omlaag en mijn hamstrings geven hem die lengte. Die trekken hem eigenlijk niet terug.
dan kan ik wel heel erg mijn hamstrings gaan trainen. En natuurlijk gaat dat effect hebben. Maar wat ik persoonlijk merk, is dat je beter kan stretchen om dat los te laten. Want ook al zou ik dan mijn hamstrings niet trainen en ik zou wel stretchen, dan kantelt die sowieso wel terug. Nou, dat is gigantisch veel werk, maar dat werkt. En als ik daarbij nog eens een keer die hamstrings ga trainen, komt die recht. Dus, wat willen we hebben? We willen die schouderpartij loskrijgen. Het gaat om de levator scapula, loopt van hier ongeveer hier naartoe. Die loopt over je nek heen, kan je ook voelen. En dan de trapezius, kennen de meeste mensen wel, desnoods Google hem even. Dat is de bovenkant van de rug. Die twee spieren die zorgen ervoor dat die schouder omhoog komt. Dus we willen zorgen dat die loskomt en we willen ervoor zorgen dat de tegenovergestelde spiergroep, in plaats van dit, de tegenovergestelde spiergroep die de schouderpartij naar beneden brengt, willen we gaan trainen. Dus wat ik voor mij zelf gebruik en wat voor die schouderpartij handig zou zijn, zijn deze ballen. Je hebt hier zachte ballen, medium ballen, harde ballen, alles om dat los te rollen. Sommige mensen, heb ik al gezien, die gebruiken lacrosse ballen, die zijn vrij hard. Kan je ook prima gebruiken. Deze ballen zijn van Trigger Point massageballen. Dat is niet een merk. Het merk is AO Fitness. Ik heb geen flauw idee wat het merk is. In ieder geval, je zit op Trigger Point ballen zoekt bij welbekende winkels. Of zoals ik zeg, een lacrossebal kan je het prima los mee maken. Deze ballen kun je bijvoorbeeld op dit whiteboard doen. En op deze manier je schouderspieren losrollen. Of bijvoorbeeld een deuropening zoeken en ervoor zorgen dat je deze bal in je nek legt en dit oprekt. Natuurlijk kun je ook de spier, desnoods zoeken mensen op internet op hoe die spier eruit ziet. Kan je precies weten welk kant je op moet leunen, kan je precies weten wanneer je hem voelt. Je voelt het waarschijnlijk zelf ook wel als je nu achter de computer zit. Leunen één kant, leg je hand op je hoofd, stretch, hou dit beet. Een andere methode is om met tegen mijn andere hand een bankje beter pakken terwijl ik zit, hand op mijn hoofd, trekken, ademen. Een tweede ding wat ik gebruik is een foamroller. Dit is deze noem je The Grid 2.0. Ik heb deze al een jaar of 5. Geen mankementje aan, niks. Kost euro 60, 80, zoiets. Hoe dan ook, een stukje plastic met een beetje schuim eromheen. Oplichten is 60 euro, maar werkt gewoon perfect. Is gewoon een ideaal ding. Kan je niet zozeer je nek mee losmaken, maar natuurlijk wel het bovenste gedeelte van de trapezius wat makkelijker. Dat zijn de twee dingen die ik gebruik en daarnaast heb je nog elastieken en natuurlijk gewoon je eigen lichaam waarmee je alles kunt strekken. Nadat je alles gestretched hebt, nadat alles lekker los is, willen we natuurlijk ook voor zorgen dat de tegenovergestelde spiergroep, zoals ik net al zei, wel getraind wordt, zodat je die schouderpartij wat meer naar beneden kan laten brengen, wat meer naar beneden kan laten hangen en zorgen dat deze kant, als dat je geval is, weer naar beneden komt. En we niet meer zo lopen. Als ik het heb over een oefening die de schouderspieren traint, die de nekspieren traint, die de trapezius traint, kent iedereen wel. Je pakt een barbel, je pakt dumbbells, pak je beet, je gaat staan en je doet shrugs. Maar ja, die zorgen, de concentrische beweging is omhoog. Die traint de bovenkant van de schouderspieren. Als we die oefening nou om zouden kunnen draaien, train je logischerwijs het onderste gedeelte van de trapezius. En zou je dus voor zorgen dat die schouderbladen naar beneden brengen. Je moet alleen die oefening om kunnen draaien. Hoe ik die oefening omdraai is, ik heb een LED pulley machine. Ik pak een handsvat beet achter mijn handen. Maak mijn borst groot. Ik zorg ervoor dat die schouders aangespannen zijn. En vanaf daar druk ik naar beneden. Kom rustig omhoog. Druk weer naar beneden. En op die manier kun je het onderste gedeelte van de trapezius trainen. Er zijn wel een aantal oefeningen, ze zijn vrij beperkt. Maar dit is wel een makkelijke en zeer effectieve oefening om zo'n probleem aan te pakken. Als laatste, wat zou ik doen? Wat ik doe met mijn heup? Wat doe ik met mijn problemen? Zou jij ook kunnen doen? Sowieso iedere dag losrollen. Als je met de massageballen een punt hebt gevonden waar het pijn doet, je rolt langzaam, je gaat vanzelf leren die spier te voelen, te visualiseren. En als je dat punt hebt gevonden, hou een beet. Dat doet lekker pijn. Hou hem een seconde of minimaal 30, 40 beet. En rustig ademen. Je hebt punt gevonden, doet pijn. En probeer te ademen, zodat die spier zich kan ontspannen, zodat het bloed er doorheen kan stromen. Kun je 3 keer doen. En ik zou eventueel ook nog
met de foamrol wat gaan doen. En één kant van je hoofd, van de desbetreffende spier, ook 3 keer doen. Hou een minuutje rust tussen de oefeningen. Hou het 40 seconden beet adem rustig door. Daarna kun je de andere oefening kun je aan het einde van je programma of begin van je programma, net wat je zelf fijn vindt, gewoon erin toevoegen. En maak 3 setjes 12 herhalingen. Wissel het wel eens af. 3 setjes 20 herhalingen. En leer die spier te activeren en te isoleren. Dit was Raymond Schultz. Total Strength, Ignite Your Fire and Grow Stronger.